Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en tof dat jullie al mooi kijken naar weer een nieuwe Wie is de Mooie Hintze Theorie video. Vandaag de Hintze Theorieën video van aflevering 4. Want aflevering 4 is gisteren op tv geweest en wow, wat was dit weer een aflevering. Twee kandidaten gingen eruit, waaronder dus Nicky en Evelien. En er werd dus ook een joker gestolen door Nielsen van Evelien. En Evelyn moest dus ook meteen het spel verlaten, helaas. Ik heb mijn achtergrond ook een beetje veranderd. Nou ja, ik had dus altijd die drie boekjes daar, die tas hier zo, die twee dvd's en dit bord hier zo. Maar ik heb nu ook daar zo dat uh, Wie is de Mol ding staan, wat er best wel vet uitziet. En nog wat kaartjes van vorig seizoen. Uh, dus van art, entreebewijs en uh, van Wie is de Mol van vorig jaar dus. En ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Ik heb mijn molboekje van 2019 weer bij me. En daar staan ook de theorieën in van deze aflevering. Nou wil ik meteen al zeggen dat ik niet heel veel hints en theorieën heb. Want deze aflevering, het was echt een chaotische aflevering. Er gebeurden allemaal dingen. Ja, ik heb gewoon niet zo heel veel hints kunnen vinden helaas. De titel van de aflevering was drukker worden. Er waren weer een paar kleine hints naar kandidaat, bijvoorbeeld naar Jamie. Die in de eerste opdracht best wel druk was. En dus drukker worden. Laat ik het als eerste even over de executie hebben. Namelijk dat Evelien eruit ging. Uh, ja, er werd dus een joker gestolen van Evelien en weer omverwisseld door Niels. En dan zou het dus moeten betekenen dat hij dus die joker van Evelien geopend heeft. Of misschien niet. En ik zit nu te denken, want hij zette dus ook bij de executie ook zelf een joker in. En Evelien dus ook. Dus dat zou kunnen zijn, want Niels had dus in de derde aflevering zelf een joker geopend. Het kan dus zo zijn dat hij die weer dicht heeft geplakt. En die dus verwisseld heeft met Evelien, want wij hebben in de derde aflevering nooit gezien dat Niels zijn opengemaakte joker weg heeft gegooid. Dus dan zou het zo kunnen zijn. Niels had dus die joker dus van Evelien gestolen en dus omgewisseld met zijn oude joker, waardoor Niels dus een geldige joker had. En Rick Paul die zei ook tijdens de test dat hij dat wist, dat Evelien haar joker was omgewisseld door die van Niels. En dat komt dus door omdat uh, Rick Paul en Niels zijn dus. Uh, uh, die hebben dus een bondje. En dus waarschijnlijk heeft Niels het tegen Rick Paul verteld dat hij dat heeft gedaan. Of Niels en Rick Paul hebben het samen gedaan. En toen heeft Niels de joker gekregen. Dat zou kunnen. En ja, Niels die uh, op het einde, nadat Evelien er dus uitging. ging Niels helemaal stuk. Uh, ja, omdat hij het dus best wel kloten vond dat hij die joker had gestolen. En dat Evelien daardoor dus eruit was gegaan. Maar het zou dus ook kunnen zijn dat uh, Evelien, al had ze die joker alsnog ingezet, dat ze alsnog eruit had kunnen gaan. En we hadden natuurlijk ook aan het begin van de aflevering gezien dat Nicky eruit ging. Ja, Nicky. Uh, ja, we hadden het al verwacht dat Nicky er dus uit ging. En Robert kwam dus uit de lift. Waar dus 10M op stond. Of dus stond 70 meter. Dat kan natuurlijk ook, dat ze 70 meter hoog waren. Of 10M. Uh, wat dus zou betekenen mol uh, achterstevoren. Dus ja, deze aflevering waren er dus twee uitgegaan. Nicky en Evelien. En uh, Nicky had ik verwacht, Evelien niet. Maar uh, ik vond het best wel jammer dat Evelien er eigenlijk uitging. Maar na Evelien kwamen alleen nog uh, Sarah, Rick Paul en Robert. Dus eigenlijk was ik wel blij. Want ik zat natuurlijk in de app op Sarah en Rick Paul. Dus al was Evelien er niet uitgegaan, dan waren misschien een van mijn uh, molen eruit gegaan. Dus ik ben gewoon blij dat, uh, dat, dat Evelien er dus uitging. En ja, ik vond Evelien dus niet echt verdacht. Ik zat niet echt op Evelien. Dus laten we nu gewoon naar de eerste opdracht gaan. De eerste opdracht heette min of meer. Ze konden 2250 euro verdienen. En ze hebben maar 500 euro verdiend. De teams waren als volgt: uh, Rick, Paul en Merel zaten in een boot. Uh, Evelien en Niels zaten in een boot. En Sarah en Robert zaten in een boot. En Jamie en Sinan die gingen hem dus bevrijden helemaal vooraan hadden we Evelien en Niels, dan achter hun hadden we Sarah en Robert, en achter hun hadden we weer uh, Rick, Paul en Merel. En de codes van iedereen, ik heb ze allemaal even opgeschreven. De code van Rick, Paul en Merel was 2930. Of tenminste, ik weet niet of het in deze volgorde was, want je kreeg het niet per se, je kreeg het niet echt te horen wat echt de code was. Je kreeg wel natuurlijk de cijfers te horen, maar niet echt de code. Maar deze cijfers zaten dus in de code. Evelyn en Niels die hadden de code 8482. En Sarah en Robert hadden 9241. Tijdens de aflevering had ik hier opgeschreven dat ik het verdacht vond dat Jamie en Sinan... Uh, ...dus naar de eerste boot gingen achteraan. En toen zeiden ze uh, twee cijfers als het goed is en toen gingen ze weer verder. Dan vond ik verdacht dat ze niet meteen eromheen gingen varen. Maar ja, toen later dacht ik pas van... Ja, ze gaan natuurlijk eerst naar de eerste boot, omdat die natuurlijk het snelst bij de finish is. En wat dus eigenlijk de opdracht was: ze zaten dus in een boot en uh, Jamie en Sino moesten hem bevrijden. En uh, ze hadden daar iets van een half uur voor of zo. En steeds om de vijf minuten of zo kwam er steeds een bedrag. Dus min 50, daarna zou min 100 komen, min 200, zoiets in die volgorde of zo kwam het. En als ze dus over de finish zouden gaan, zou dus dat bedrag zouden dus van de pot afgaan. En dan moesten dus Jamie en Sinan dus bevrijden met cijfers die dus buiten de boot stonden, die de kandidaten in de boot niet konden zien. En die cijfers hadden ze dus nodig om de code te openen van de deur, waardoor ze dus de boot uit konden gaan. En dus hoe langer ze in de boot bleven, hoe meer min geld er zou uh, komen. En hoe meer geld ze dus konden verdienen. Want als ze uit de boot kwamen moesten ze de timer op stop zetten. En moesten ze weer naar het begin gaan om het geld dus in de pot te krijgen. Nou ja, niet iedereen snapte dat. Waardoor ze dus maar 500 euro euro's verdiend. Dat is iets minder dan 1 vierde van het bedrag dat verdiend kon worden. En ja, er waren dus wel een paar kandidaten. Waaronder Sarah, Merel en Rick Paul. Die dus wel de opdracht snapten en die dus in de boot wilden blijven. Maar door... Uh, Robert, uh, uh, want Robert die zat, dus zeg maar met Sarah. En door Robert gingen ze er dus al eerder uit. En Merel en Rick Paul gingen er uiteindelijk ook al eerder uit. Omdat ze overgehaald werden door Sinan en Jamie. Waardoor er dus heel weinig geld verdiend was. Ik vond sowieso verdacht dat Jamie en Sinan. die gingen al heel snel naar de kandidaten toe. Maar eigenlijk, uh, hoe langer je dus in de boot zou blijven. hoe meer geld er dus verdiend zou worden. Dus al zou je hun moeten bevrijden. Zou ik. Persoonlijk zou ik dan langzaam daarheen gaan varen. Want anders heb je dus dat ze er eerder uitgaan. En dat ze dus minder geld uh, verdienen. Op het einde zei Jamie ook nog tegen Merel van wedstrijdje. Wie er als eerste bij het begin is. En ja, dat zou ik dus als kandidaat niet doen. Want hoe langer je erover doet, hoe meer geld er dus was. Dus dat vond ik nog verdacht van Jamie. En ja, wat ik ook nog verdacht vond bij Niels. Want Niels en Evelien die waren uiteindelijk uit. Uh, die waren zaten dus in een boot en die moesten dus terug naar het begin. En toen wist Niels niet welke kant meer de finish en het begin was. En als Mol is dat natuurlijk goed als je dat zegt, want dan kan je verwarring brengen wat het begin en het einde was. Alleen Evelien die wist het dus wel goed en toen zijn ze uiteindelijk wel de goede kant op gegaan. Maar ja, al is Niels de Mol, dan zou hij dat natuurlijk doen om eventjes verwarring te veroorzaken, waardoor ze heel misschien dus toch wel naar de finish zouden gaan. Ze hebben dus in totaal 500 euro verdiend. En laten we nu doorgaan naar opdracht 2. Opdracht 2 heette Serenade en ze konden 1500 euro verdienen. Dit was natuurlijk de opdracht dat ze op al die balkonnen zaten. En op elk balkon, je had iets van, volgens mij uh, 25 balkonen of zo, Zoiets, en op elk balkon stond dan weer een bericht van... ...bijvoorbeeld hier uh, moet niemand zijn, want iedereen had zeg maar zijn eigen balkon. En je moest dus achterkomen op welk balkon je dus moest staan. En dus op elk balkon stond er bijvoorbeeld... Dit balkon is van niemand. Of op deze verdieping uh, staan deze personen. Hebben hier geen balkon. Dat soort dingetjes had je dus allemaal. En daarom moest je er dus achter komen op welk balkon je stond. Een had dus uh, een schets gemaakt van waar dus iedereen stond. En wat er dus bij die kandidaat op het bordje stond. Hierop kunnen we dus zien dat uh, Jamie, Rick, Paul, Sinan en Evelien dus goed stonden. Op het goede balkon. En Robert. Merel, Sara en Niels dus op hun verkeerde balkon. En ja, dan kan je dus ook weer denken van... Wat zou een mol doen? Als, een, als ik een mol zou zijn, zou ik dus op het goede balkon gaan staan. Want dit is dus weer puur zo'n opdracht die sowieso altijd fout gaat. En dus als mol zou ik juist goed gaan staan. Waardoor uh, er dus sowieso geen geld verdiend wordt. Want de opdracht gaat sowieso fout. En waardoor dus als mol... Als... En waardoor het dus lijkt alsof jij dus een goede kandidaat bent. Dat betekent dus dat Rick Si, Sinan, Evelien en Jamie dus goed zonden. Dus misschien zijn hun wel de mol. Er stonden ook nog wat zangers die waren aan het zingen. En die zorgden er dus voor dat er weer verwarring kwam. Dus door muziek te gaan maken. En het leek wel alsof ze Robert zongen. Ik laat wel eventjes een stukje horen. Dus ja, dat hadden we natuurlijk vorig jaar ook. Leek het alsof er Mol J gezongen wordt. Um, maar dat bleek dus geen hint te zijn. Dus misschien is dit wel een hint deze keer. Of misschien ook gewoon niet. Nou ja, ze hebben dus 0 euro verdiend met deze opdracht. Opdracht 3 heette Coffeepedia. En ze konden 2000 euro verdienen. En ze hebben 0 euro verdiend. En wat ze dus bij deze opdracht moesten doen: ze hadden allemaal een pak aan. Behalve Sinan. Waar dus uh, een categorie op stond. En daar dus allemaal antwoorden over. En er waren dus 4 uh, tablets. Waar dus. 20 vragen als het goed opkwamen, want er waren in totaal... Oh nee, sorry, 10 per uh, tablet was het. En 50 euro konden ze verdienen per vraag die ze goed beantwoord hadden. Maar wanneer ze een fout vraag hadden, was die tablet uit en konden ze niet meer verder met die tablet. Waardoor dus de goede vragen die daarop gemaakt waren, dus ook niks meer waard waren. En ze konden dus ook uh, verder geen vragen meer invoeren. Nou ja, ze hebben dus 0 euro verdiend, want uiteindelijk waren dus alle tablets... Uh, hadden uiteindelijk een fout antwoord gekregen, waardoor ze dus 0 euro verdiend hadden. Ik heb opgeschreven welke categorie iedereen had. Evelien had bijzondere uh, weetjes. Robert had de productie. Rick Paul had koffiesmaken en soorten. Sarah had cultivering. Merel had koffiebonen en planten. Jamie had flauwe grappen en gezegden over koffie. En Niels had muziek. En ja, Sino had dus niks. Wat ik verdacht vond was bij Niels die. Uh, Uiteindelijk dus uh, naam intikte, dus een antwoord op een vraag, dat was zijn naam. En dat tikte hij dus in en dat was dus fout. Het leek dus heel erg alsof Sinan dat invoerde, maar het was dus uiteindelijk Niels. Want dat kon je dus uiteindelijk zien. Dus dat vond ik verdacht en ook wat bij Niels ook weer was, was dat hij steeds net als het scherm rood was, dus als ze een vraag fout hadden, zei hij net als hij net rood was, zei hij van... Oh shit, nee. Dat was helemaal verkeerd. Dat zo, net of, alsof hij dat er nog net voor wou zeggen. Maar dat hij dat er dus net na zegt. Dat zou misschien een molactie kunnen zijn voor Niels. En ja, voor de rest was dit natuurlijk weer een chaotische opdracht. Waar niet echt veel gemold was. Of tenminste, misschien wel, maar ik kon het niet echt zien. En ja, je kunt natuurlijk met alles mollen. Je kan het verkeerd typen. Je kan het verkeerd zeggen. Er was ook nog een shot van. Uh, Jamie als het goed is, die dan dus een goed antwoord zei, alleen toen zei hij fuck. Van net alsof als hij de mol is, van dat hij het goede antwoord zeg maar dan bedenkt, oh shit, dit is het goede antwoord, fuck, dit had ik niet moeten zeggen. Hier komt nog wel eventjes een stukje. Hier, ja? Ja. onwerkt koffie, wordt groene, ko oh, okay. wordt groene koffie genoemd. Ja. Dus dat was nog wel verdacht van Jamie. En dan was dit dus alles voor de derde opdracht. Elke aflevering zeg ik natuurlijk ook altijd mijn top 4 uh, die ik verdenk, zet ik altijd neer. En ik zit gewoon nog steeds op Sarah, Rick, Paul, Merel en Niels. En dus ook in die volgorde. Dan was er ook nog een stukje volgens mij tussen de eerste opdracht en de tweede opdracht. Dat we zagen dat Jamie uh, vandaag jarig was. En Robert had dus een taart voor hem gemaakt. Want Robert is natuurlijk de, de gekke bakker uit de groep. Alleen uiteindelijk zag je dus iemand op uh, blokjes schrijven. Ben de Mol. Of tenminste er stond Ben de Mol. En hij wilde dus Mol achterzetten, de elde nog achterzetten. Maar dat kon je dus helemaal niet zien, want toen ging de shot alweer weg. Er komt nu even zijn foto in beeld, waar jullie dat dus kunnen zien. Als jullie weten welke kandidaat het is, laat het dan in de comments achter. Want nou, dat zou misschien een hint kunnen zijn naar de Mol. Dan gaan we nu door naar het grote verdenkschema. Deze aflevering zat Evelien, uh, hadden we niks van gezien. We zagen wel dat ze een joker inzetten, maar die telde dus uiteindelijk niet meer. Uh, Jamie zat op Evelien... Merel zat op Evelien... Sinan, Rick, Paul en Jamie... Niels zat op Merel, Jamie, Sinan en Evelien... En had ook een joker ingezet... Dus de joker van Evelien... Robert zat op Rick, Paul en Sarah... Uh, Rick, Paul zagen we niks van... M uh, Sinan zat op Merel... En van Sarah zagen we ook niks... En wat ik dus wel een beetje raar vond... Jamie zat dus op Evelien... Alleen op Evelien... Uh, Evelien ging er dus uit... Dus dat betekent dat Evelien niet de mol is... Maar Jamie had dus wel goede antwoorden. Het zou zo kunnen zijn dat Jamie dus op meerdere zat. Alleen heeft gezegd dat hij alleen op Evelien zat. Of dat hij de mol is. Want de mol die kan er natuurlijk nooit uit. Dus dat is misschien nog wel iets naar Jamie. Dan gaan we nu nog door naar het stukje Follow the Money. Er waren deze aflevering geen jokers te verdienen. Geen vrijstellingen. Wie zorgde niet en wel voor de, voor de geld. Ja, het was een beetje moeilijk. Want de tweede opdracht hadden ze geen geld verdiend. De derde ook niet. Alleen de eerste. Maar ja. Dat was ook heel weinig, dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel ingevuld. Ik heb gewoon niks daarin gevuld, zeg maar. Deze aflevering hebben ze maar 500 euro verdiend, waardoor de pot nu op 4000 euro staat. En degene die hun scherm gezien hebben waren Niels, Merel, Jamie, Sidon. Die waren allemaal groen en Evelien had haar scherm ook gezien en die was rood. En dan was dit alles voor mijn molboekje. Laten we nog even naar de Wie is de Mol app gaan. En zoals jullie kunnen zien ben ik nu in de app en er staat... Gefeliciteerd, jouw verdachte mollen zitten nog in het spel. Je inzet wordt verdubbeld. Yes! Ga verder. En dan zijn we nu in de Wie is de app. Ik heb nu 1600 punten. Dus ik zit nog steeds bij het hoogste scoren die je dus kan krijgen. En laten we dus even naar het spel gaan. Er zijn nu dus al drie kandidaten waar, uh, die dus nu grijs zijn. Waaronder dus Evelien, uh, Evie En Nikki. Hier zo. En uh, ja, ik heb mijn punten nog niet ingezet. Maar ik denk dat ik wel weer verder ga. Of met. Alleen Sarah of alleen Rick Paul? Misschien nog splitten. Maar ja, het wordt nu ook wel weer krap. Aangezien er nu al nog maar 7 kandidaten in zitten. Dus ik zet hem voor nu alleen even op Sarah. Zo. Dus dan weten jullie dat ook. Ik zit nu alleen even op Sarah. Dan gaan we door naar mijn pool. Even kijken: mijn pool. Uh, dus die kan je nog joinen als je gewoon even een naam uh, achterlaat. Op dit spel, dus dan uh, kan ik jou toevoegen. Uh, ja, kijk, dit is de score nu dus. En dan gaan we nu ook nog even naar uh, de statistieken. Hier zo, de topscore is nog steeds 1600. En ik heb ook nog steeds 1600, dus dat is natuurlijk goed. Uh, bovenaan staat Merel met 18%. Daarna Niels met 17%. Daarna Rick Paul met 17%. Daarna Jamie met 16%. Daarna Sinan met 13%. Daarna Sarah met 11%. en Daarna Robert met 8%. Daarna natuurlijk Evelien, Evi en Nicky. Die 0% hebben, want die liggen eruit. En dat zijn al drie vrouwen, dus dat betekent dat er nog maar twee vrouwen zijn. En dit was dan natuurlijk alles weer voor de app. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Wie is de Mol? Hintze Theorieën, aflevering 4. Hopelijk vond je hem leuk. Je kunt hem natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou volgende week uh, om 6 uur natuurlijk weer te zien bij een nieuwe Wie is de Mol? Theorie? Theorieën, aflevering van aflevering 5. Mes bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen.